Zo is dat. Dan ja, een oproep van houthakkers in Almere. Ja, moeten wij een voorbeeld gaan nemen aan Scandinavië, aan hoe de mensen daar leven, lekker dicht bij de natuur, voorraden inslaan en hout hakken. Als het aan de stichting Almeers Houthakkersgilden ligt, dan wel, want de activiteit zorgt voor weerbaarheid. Amerikaanse onderzoekers kwamen er 10 jaar geleden al achter dat het testosterongehalte met maar liefst 50% stijgt na een potje houthakken. Nou, wat extra weerbaarheid, dat is precies wat wij nodig hebben, volgens Pieter Jaap Albersbergen van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Volgens NCTV zijn wij namelijk onvoldoende voorbereid op mogelijke dreigingen in de wereld. Het is reden genoeg om voor ons eens te gaan kijken in Almere, waar ze vaker met het bijltje gehakt hebben. Je kunt het niet laten zitten. Je kunt niet de hele dag hopen dat er iemand anders voor je zorgt. Dus moet je het zelf aanpakken. Of het nou regent of zonnetje schijnt, dat maakt eigenlijk niet uit. Terug naar de oertijd, ja. Ja, is niks mis mee, toch? Het is een soort gelukzalig gevoel. Met het gevoel dat je dit overwint, overwin je alle weerstand en hindernissen die je tegenkomt. En is dat nodig in deze maatschappij? Zo, en of dat nodig is. Het is nodig omdat er dreigingen zijn. Maar het is ook nodig omdat je voor jezelf op moet kunnen komen en moet kunnen zorgen dat er dat uitkomt wat je zelf wil. Het is niet alleen voor mannen als je dat denkt. Ook de vrouwen die we hebben, hebben die mentaliteit van we gaan ervoor, we doen het, we voelen ons sterk en we voelen ons goed. Dus wij zeggen altijd, niet klagen, maar zagen. Ik vroeg me al af, waar zijn die vrouwen? Maar ja, wij kunnen ook gewoon gaan hout hakken. Zeker. Ja. Doe jij het wel eens? Nee, maar die meneer zei dat het testosterongehalte met 50% stijgt. Maar ik denk dat juist dat het grote probleem is van deze tijd. Er is te veel testosteron in de wereld. Anders waren er ook geen oorlogen als er wat minder testosteron was. Zo zei het ook in Dus het zien. Lijkt me eigenlijk het tegenovergestelde wat je zou moeten doen. Ik kijk even naar de generaal hier aan tafel. Zit er wat in, het pleidooi van juist die weerbaarheid in tijden van dreiging, lekker hout hakken met z'n allen? In de oudheid zeiden ze al, een gezonde geest in een gezond lichaam. Dus het is helemaal niet slecht om even wat te doen. De beweging is goed, wat anders denken, dat is goed. Maar of dit ons gaat redden, dat weet ik niet. Dan naar